gezamenlijke aanpak tegen criminelen in het buitengebied. De criminele activiteit in het buitengebied is zorgelijk te noemen. Met name ondernemers met grote loodsen of stallen krijgen de laatste tijd steeds vaker met de georganiseerde drugscriminaliteit te maken. Vaak weten deze ondernemers niet wat er in de door hun verhuurde ruimte gebeurt, maar zij zijn wel medeplichtig. En daar moet iets aan gedaan worden, vinden onder andere de burgemeester, politie en de veiligheidsregio. Is er een groei hier in Apeldoorn te merken? Nee, kijk, Apeldoorn en de hele gemeente, dat is gewoon doorgaans een heel veilig gebied. Het is hier prettig vertoeven, op campings, op de Veluwe, in de stad, in de dorpen. Maar we moeten ook alert zijn op de dingen die niet goed gaan. En in het kader van een landelijke campagne Veilig Buitengebied, waarbij er een tendens is, Brabant kennen we allemaal wel, Drenthe zeer recent, moeten we met alle diensten, maar ook eigenlijk alle inwoners en alle bedrijven, heel alert zijn op dingen die gewoon zich afspelen in het criminele circuit. Dat willen we niet, want hier willen we veilige en goed ondernemende bedrijven en ook agrariërs. En we willen geen criminelen. En daarom werd er woensdag in de raadzaal van het stadhuis in Apeldoorn voorlichting gegeven over de werkwijze van de georganiseerde drugscriminaliteit. Met als uitgangspunt het traject Keurmerk Veilig Buitengebied. En ook al valt het in de regio Apeldoorn wel mee. Langzamerhand zien we steeds meer dumpingen, maar ook bedrijven die zich schuldig maken aan crimineel gedrag als het gaat om drugsgebruik. Hoeveel zorgen baart u dat? Nou ja, elke is er één te veel. En met name ook op de as dat het heel filijn is dat die criminele wereld eigenlijk een hele normale gemeenschap binnenkomt. Of een boerderij binnenkomt, of een leegstaand pand binnenkomt op een industriegebied. Met name dat filijnen van de onderwereld die zich vermengt met de bovenwereld en eigenlijk op een indoctrinerende manier zegt, jij verdient misschien te weinig, maar ik heb nog wel een middel dat je heel veel geld kunt verdienen, daar moeten we alert op zijn. Je kunt tegen dit soort georganiseerde internationale misdaad maar één keer nee zeggen. En dat nee moet je kunnen weerstaan, want we moeten het met z'n allen niet willen. Na de voorlichting werd er door 7 partijen een intentieverklaring ondertekend. Zij gaan vooral preventief aan de slag om de toenemende drugscriminaliteit in het buitengebied, maar ook de intimidatie waar vooral boeren mee te maken krijgen, tegen te gaan. Hoe lastig is dat om daar achteraan te gaan? Ja, ik denk dat dat heel lastig is. Maar, en dat is ook de reden dat we vanochtend met deze 7 organisaties zijn gestart. Om ook als een schil om al die mensen die wel deugen om daar omheen te gaan staan. Als je het zwaar hebt met je bedrijf, meld je dan. Maar als je iets vindt wat, of als je iets merkt wat niet pluis is, meld het ook. Want misschien kunnen we vanuit de gemeente of andere overheidsinstanties zorgen dat het je wel goed gaat en dat je deze bedreiging of intimidatie kunt weerstaan, zodat je met faire handel je geld verdient en niet met criminele activiteiten. Want uiteindelijk verkoop je jezelf, je hele familie, je hele gezin. Want je komt in een foute wereld terecht en vaak kom je er niet meer uit. En dat moeten we niet willen. En daar willen we nu met de verschillende organisaties ook aandacht voor vragen. En wij staan natuurlijk achter de normale boer, achter de normale agrariër en achter de normale winkelier en ondernemer die gewoon op een faire manier geld wil verdienen. Vanaf oktober start de gemeente in samenwerking met de organisatie Meld Misdaad Anoniem een publiekscampagne in het buitengebied. Hoe gaat u die mensen informeren? Nou, onder andere via u, maar ook via een brede campagne. Als je het niet vertrouwt en je wil niet zelf de politie bellen of een andere of de gemeente, nou, meld het dan op een anonieme manier. En vooral, en dat geldt niet alleen voor ondernemers, maar ook voor notarissen, voor makelaars, wees alert. Want vaak heb je toch wel het idee, nou, dit deugt niet helemaal. En dat begint vaak bij dat niet pluis, niet deugen gevoel. Dan moeten we met z'n allen al in actie komen. Rond 3:30 dinsdag nacht werden bewoners aan de Adelaarstraat in Apeldoorn opgeschrikt door knallen. Op het parkeerterrein achter het winkelcentrum Hart van Zuid stonden 2 auto's in brand. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat beide auto's volledig uitbrandden. De politie gaat uit van brandstichting en is een onderzoek gestart.